Ik zit aan de keukentafel met dokter Van Rooij en zijn vrouw. Dag dokter. Heleboel. Dag mevrouw Van Rooij. Ja. Leuk dat ik bij jullie aan de keukentafel mag komen zitten. En ja, u bent lang huisarts geweest in Boksel. Ja. Hoe lang bent u wel niet huisarts geweest? Van 62 tot 91. 29 jaar hier. Ja. En u woonde vroeger op de Bosweg. Ja. Daar heeft u lang gewoond. Altijd, tot voor. En totdat we hier naartoe gegaan. Ja, want hoe lang woont u nou hier? Ja, 3 jaar. 3 jaar. En u bent als huisarts, heeft u altijd op de Bosweg gewoond? Ja, maar niet praktijk gedaan. De praktijk hebben we op Hoogheem gedaan en in de vier kwartieren. Mijn 4 kwartier heb ik niet meer gewerkt. Waar komt u eigenlijk vandaan? Waar bent u geboren? Ik ben geboren, dat zal je verwonderen, ja. Ik ben geboren in Amsterdam. Ach! Echt in de oude stad. Haarlemmerdijk, iedereen in heel Nederland weet waar die is. Ja. Ja, dus, maar daar ben ik geboren. En daar bent u ook opgegroeid? Daar hebben we tot, in de oorlog zijn we verhuisd de Rijnstraat in Zuid. Maar ik heb er gewoon tot het eind van mijn studie, 57. U heeft ook in Amsterdam gestudeerd eigenlijk? Ja, de medicijnen heb ik in Amsterdam gestudeerd. Mijn middelbare school niet, die heb ik in Uden gedaan. In Uden? Ja. In het Brabantse Uden? Ja. Oké, okay, hoe komt u daar nou bij? Ja, als u... Ik wilde destijds pastoor, priester worden. Oh. En dan moest je naar een seminarie. Ja. En toen ben ik terechtgekomen bij de kruisheer in Uden. En daar heb ik vanaf 40 tot 45, de hele oorlogstijd, 5 jaar gewoond. Toen veranderden mijn inzichten. En wilde ik liever dokter worden dan priester. En toen moest ik dus, toen zat ik met een verkeerde opleiding. Ja, want het seminarie is gymnasium Alfa. Ja. En voor medicijnen moet je mee. Gymnasium Beta. Ja. Okay. En toen ben ik dus naar Amsterdam teruggegaan. En de laatste 6 jaar heb ik dus gedaan op het Ignatisch College bij de Jezuïeten. Het 6e jaar dan? Huh? Toch niet het 6e jaar? Het 6e jaar. Jaar. Oké, okay, het 6e jaar. Wat was er nou de reden waarom dat u dan die switch maakt? Dat is natuurlijk wel het ene uiterste met het andere. Heel eenvoudig. Ik was bij de Dominicanen destijds en daar wilde ik graag naartoe. En toen half in april zei ze van, we vinden je niet geschikt. En daar heb ik geweldig bij geproefd, anders had ik die beslissing zelf moeten nemen. Waarom was u niet geschikt dan? Dat hebben ze me nooit gezegd, dat was in die tijd nog niet gebruikelijk. Ja, dus... En daar bent u voor mij ook nooit achtergekomen van? Nee, want de directeur zei, ik begrijp het zelf ook niet, maar ze zeggen dat je niet geschikt bent. En... Is toch eventjes wel, misschien wel een klap in het gezicht, hè? Zo van, ja, als je dan iets graag wilt... Hij vertelde het mij en zegt hij, wat nu? Ik zei, dan ga ik medicijnen studeren. Ja, dezelfde minuut. Typisch case. Ik heb er geen 5 minuten over nagedacht. Nee? Nee. Dus dat was enkel wel een ander iets wat toch... Totaal, wat kennelijk in mijn onderbewustzijn toch diep zat verborgen. Want toen zei de directeur, ja, maar dan moet je toch beter hebben. En hij zei, ik zou dus nu meteen naar Amsterdam gaan. En dat... Nou, toen kwam ik in Amsterdam en toen zei ze, ja, maar dat lukt zomaar niet van de ene naar de andere. We hebben al zoveel mensen die dat graag willen. En toen heb ik dus weer de directeur opgebeld. En die zei, oh, dan kom ik morgen even naar Amsterdam. Ach, dus die stond wel achter, ja. En, dat was dus een Dominicaan. En die had bij de Jezuïeten zijn middelbare school gedaan. En die zei dus in Amsterdam van, ik ben een leerling van de Jezuïeten en ben naar de Dominicanen gegaan. En dan heb ik leerling van de Dominicanen en die wil je. En ik zag gerald dat hij dat kan. Nou, toen zei ze. Toen zegt hij vanmiddag op dezelfde tijd, dezelfde vader, dezelfde kamer. En toen werd ik aangenomen. Maar leuk zeg. Was u als van thuis uit dat u eigenlijk dat wilde gaan doen? Het priesterschap in, dat was vroeger hè? In een gezin ging er altijd een paar. Ja, heel ons braaf. Ook. Mijn oudste broer is op seminarie geweest en ik ook. De andere twee niet meer. Oké. Okay. Maar dat was gebruikelijk, hè? Heel gebruikelijk. En uw oudste broer heeft het wel afgemaakt? Nee. Ook niet? Was ook niet geschikt? Ja, dat weet ik niet. Die is heel iets anders. Je hebt misschien zelf de beslissing genomen. Ja, oké, okay, ja.
Je nam met 4 kinderen thuis. 7. 7? Ja, was de, en dat in Amsterdam op de Arendelijk. Ja. Zo'n huisje. Ja. En, ja. Goh. En uw ouders, maar, ja, ik ben al zo nieuwsgierig. Wat deed uw vader dan? Want mijn vader had een schoenwinkel. Ach, wat leuk, ja. Vlak voor de oorlog had vader een tweede zaak geopend in Zuid. Ja. En in de oorlog kwamen de woningen vrij. En daar hebben ze een woning gekregen. Ja. Boven de zaak die we toen hadden. Toen was ik dus afgestudeerd. En ben ik naar Maasbracht gegaan. Als vrije vestiging. Tja. En wat houdt u in, vrije vestiging? Vrije vestiging als huisarts. Dus een bordje op de deur, dokter Van Rooij, 2 uur van 8 tot 9. Oh ja, wel leuk. Ja, dat komt toen nog in die tijd. Ja. Nou, in elk geval de 4 jaar was dat toch niet zo'n succes. Wel financieel, maar ik ging in bij de dorpsbewoners, geen voet aan de grond. Hoe oud was u toen? 30, 31. Oké. Okay. En hadden jullie elkaar al ontmoet? We hebben elkaar ontmoet in 54. We zijn in 58 getrouwd. Oké, okay. Dus u bent ook met uw man toen daarmee naartoe gegaan? Ja, ja, ja. Bordje op de deur en ja. Kijken wat er komt. Kijken wat er op afkomt, ja. Leuk. Ja, zij had in Amsterdam op het meisjeslyceum, steeds het gymnasium. En zij studeerde aan het conservatorium, zodoende hebben we elkaar leren kennen. Ja, studeerde op het conservatorium? Ja. Oh, prachtig. Ja, wat mooi zeg. Ja. Die studie heeft ze afgemaakt, ja. Want toen zijn we naar Maasbracht gegaan. En toen heeft ze haar studie afgemaakt in Maastricht. Terwijl we getrouwd waren en ondertussen al 2 kinderen hadden. Hoe deed je dat? Allemaal tussendoor. Even tussendoor dit, even tussendoor dat. We hadden het niet zo druk. Maar in elk geval. En toen na 4 jaar, toen heb ik gezegd, ja, vooral zij zei van, hier blijven we, hier worden mijn kinderen niet groot. Nee. Ik vind dat, nee, je wordt hier niet meer gewaardeerd zoals het hoort, dus gewoon weg. Nou, toen was er in Boksel plaats vrij. Als huisarts? Ja, ja die wilde weg, hè. Wie was dat dan? Kluitmans. Kluitmans. Oh ja, dat is allemaal voor onze tijd geweest, ja. Ja, Kluitmans is in 62 weggegaan. Want je had toen dokter Magri, dokter Vergroeningen. Ja, dokter Benthold en dokter Jansen. En u kwam voor dokter Kluitmans? Dokter Kluitmans. Ja, dat was heel belangrijk, want die was maar 47. En dat is niet de tijd om op te houden. En er waren een heleboel andere omstandigheden, waardoor het toch groeide. En hij is toen weggegaan en toen kon ik een wat moeilijkere praktijk overnemen. Wat moeilijke praktijk, dat houdt in? Patiënten betreft, of? Nou, nee. Nee, maar Kluitmans was een bijzondere mens. En als je een bijzondere mens opvraagt, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment horen, zij moeten nemen. Uw voorganger zou dat heel anders gedaan hebben. Oh ja. En dan zei ik, ja, dan moeten we even nadenken. Ik kan nou het toneel gaan spelen en hem nadoen. Maar ik kan ook zeggen, hier zit u nou bij een ander. En toen dacht ze, nou, zei ze, nee, doe het laatste toch maar. Dat lijkt me toch beter. Oh, ja, 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 ja. En toen bent u ook meteen op de Bossenweg gaan wonen. Ja. Dus toen u eigenlijk in Boks kwam, had u dat huis? Wat het huis en de praktijk. Helemaal hele kostbare geschiedenis. Nou, dat is ook wel een prachtig huis. Ja. Zo mooi wonen daar. Ja, dat was heerlijk. Het was in die tijd dus gebruikelijk dat, het was vrije keuze. Dat is een dokter Wendel die zei van, moet je horen, we hebben allemaal volle bank. En dan komt er een jonge vent bij. En als dat mislukt, moet er toch een ander komen. We kunnen dat toch niet. Hij zegt, ik spreek dus nu af dat de eerste half jaar nemen wij geen patiënten over. Hij ook niet. Nou, dus na een half jaar is het, heb je de helft van je patiënten heb je dan een keer. Want ze komen gemiddeld 2 keer per jaar. Dus na een half jaar heb je de helft van je patiënten heb je dan een keer gezien. Ja. Nou, dan heb je het waar gemaakt of niet. Ja. Het maximum wat ik gehaald heb is met de griep zijn 50 visites op 1 dag. Hoe de auto dat gekund, dat weet ik niet. Maar ja, ja. Dan had je dus niet veel tijd per patiënt, een paar minuten. Ja. En dat was, als we toch allemaal griep hadden. Ja, hup, spuiten die bips en weer verder. Meestal niet, nee, meestal is het griep. Paracetamol en klei. Ja. Het waren hele grote praktijken. 4.500. Oh.
En nou is het 2200. Ja? Ja, misschien. 2200, ja. Ja. En dus, deden jullie ook elkaar diensten overnemen in die tijd? Of? Er waren geen vaste afspraken. Alleen het weekend van zaterdag 12 uur tot zondagavond 10 uur. En nou, maar in de week en s'avonds en s'nachts, ieder zijn eigen woord. Dus het was maar, dag en nacht. Maar. Als er een concert was. Ja, we hadden hele goede contacten. De sfeer was buitengewoon plezierig. Ja. En als je s'avonds dus naar een concert of naar de bioscoop of wat dan ook, dan belde je op. Meestal naar Magie, want dat was de oudste. En dan zeiden we, Kees, ik wil naar de bioscoop. Ja, en nee, ja, dus meestal voor het concert. Dat is juist zo geinig. Op een gegeven moment, ja, we waren alle drie concertbezoekers. En op een gegeven moment zei, toen belde ik op en zei, ja, het zit niet makkelijk. Want we willen allemaal weg. Allemaal naar het concert. Maar Bos die wilde wel thuis blijven. Want die ging naar een verjaardag toe onder voorwaarden. Dat om 10 uur meteen naar huis zouden komen. En ik denk dat ik zou blijven drinken. Ja, leuk. Dat was niet zo'n probleem. Nee. Nee, dat werd heel, heel aangenaam gewerkt. Ja. Heel goed. Ja. De sfeer was meer dan buitengewoon. Ik zat net te denken, u zat dus in de oorlog, zat u in Uden. Ja. En dat was eigenlijk wel een geluk bij een ongeluk, denk ik. Want in Amsterdam, in de oorlog zitten, leek me toch niet zo'n succes. Nee, de oorlogswinter heb ik in Amsterdam doorgebracht. Oh, toch nog? Ja, 44, 45 was ik in Amsterdam. En de college was allemaal dicht. Maar kijk, van die oorlog heb je natuurlijk verder niet veel meegemaakt. Want je zat op het college. En wat daar buiten gebeurde. Het was allemaal intern natuurlijk, zo'n college, ja. Ja. Dus, maar ja, alles was hier eigenlijk nog makkelijk te krijgen. Met zoveel boeren in de omgeving. En een college wat heel gezien was in Uden natuurlijk. Ja. Dat was het college van de burgers. Dus wij hadden geen problemen. Nee, fijn. Geen zorgen. Ja. Voldoende te eten en zo. Ja, dat was helemaal geen probleem. En toen kwam u eigenlijk, toen u goed en wel in Boksel gesetteld was, ja. Bent u daar ook tegen dingen aangelopen? Net zoals uw vrouw vertelt, hier wil ik niet hebben dat mijn kinderen groot worden in Maasbracht. Ja, Boksel was ook een gat eigenlijk, hè? Toch? Ja, Maasbracht was natuurlijk een schippersplaats. Een schip, oké. Okay, ja. Ja, dus elke jaar kwam er nieuwe schepen aan. Ik ben daar ook heel veel schepen aan boord geweest. Er waren toen ongeveer 2200 schippers en ik ben bij 1200 aan boord geweest. En dat was toch wel een hele aparte ervaring, maar het was niet voldoende om je daar te zetten. Dat lukte niet. Nee. Nou, toen zijn we, en hier lukte het meteen, dus was hier meteen volle bak. Ja, toch typisch, hè? Ja, maar dat is die hard werken. Ja, dat is al hard werken. De eerste dag, dat was heel gek. Ach, de eerste dag dat ik hier zat, de allereerste dag, en kwam er als Nauroeres toe. Mm-hmm. Drie bevallingen. De eerste dag, de eerste 24 uur. Ja. Ja, oh, meteen, ja. Meteen, dat was. Ja, we hadden toen ongeveer 50 bevallingen per jaar, dus elke week één. En op een gegeven moment, toen zitten we aan tafel 's middags. En toen zei ik, wat is nou een bevalling? Oh, zegt Saskia, dat weet ik wel. Dat is een visite 's nachts. Wat? Spreekuur deed u dus ook zelf? Ja, we hadden 's morgens spreekuur. En er was een open spreekuur en 's middags was het afspraken. Oké, okay, ja. En het verschil tussen ziekenfondsen en particulier was toen nog heel redelijk, heel groot eerlijk gezegd. Ja. Maar, ja, zo, smiddags was het afspraakspreker en weer wilde komen om smiddags terecht. Er werd dus geen onderscheid gemaakt meer. Nee, nee. Dat ging ook heel snel. En uw vrouw, die, want ja, vroeger deed je dat samen, hè, zo'n praktijk runnen. Ja. Wat was uw taak nou? De administratieve taken. Ja, ja. Rekening uitzetten. Administratie en zo. Ja. De administratieve taak heeft ze volgehouden, toen we op hoog heen met 5 artsen waren. Ze heeft altijd de financiële administratie helemaal gedaan. Oh. Ja, goh, dat vond ik wel leuk. Ja, dat is ook leuk. In 1970 waren we dus met 5 artsen en Boksel groeide toen heel hard. 1000 mensen in een nieuwe wijk per jaar. De praktijk was toen ongeveer 4.500. En die groeide, omdat wat ik net zei, 5.000 per jaar.
Dus voordat ik iemand gevonden had die bij me wilde werken, dat allemaal geregeld, was het een jaar verder. Dan stond het voor 5.500. Maar dat wilde zeggen, toen we z'n tweeën meteen een volle bak hadden. Ja. Nou, toen van dokter van Tillenberg kwam, toen ben ik ook veel besturen gaan zitten. Okay. Toen hadden we dus veel meer ruimte. Mm-hmm. En ik ben dus opleider geweest in Nijmegen met Radboud. En ik heb landelijk gezeten in de Nederlandse huisartsenvereniging. En dat. En ik ben met de deskundige geweest bij de rechtbank. Dus dat is niet alleen de boksen, maar toen vanaf die tijd konden we dus ook buiten boksen iets presteren. Ja, dat was wel heel apart. Ja, dat is ook een mooie uitdaging geweest natuurlijk. Dat was heel mooi. Ja, en dan maak je weer hele andere dingen mee, denk ik. Ja. Okay. Ja, het is moeilijk om anekdotes te vertellen, maar als ik ze iets uitbreid, zeg ze, oh, dat was die. Ja. Ja, dat mag natuurlijk nee, niet. Nee, je moet opletten natuurlijk. Ja. Hadden jullie ook nog hobby's? Ja. Nee, we zijn allebei muzikaal, maar mijn echtgenoot heeft het als vak gehad. En dat heb ik al verteld dat ze heeft een opleiding in het conservatorium in Maastricht afgemaakt. En hier in huis werd er heel veel gemusiceerd. Ook met leden van het Brabants Orkest. Leuk. En onze drie kinderen hebben alle drie op het conservatorium gezeten. Geen van drie afgemaakt. Maar alle drie. Alle drie. Ja, leuk hè? Ja, leuk. Een deelopleiding. Ja. Dat zijn dus allemaal vakkundigen. Amateurs. En wat hebben ze voor instrumenten? De oudste speelt dus cello. Cello, ja. Saskia speelt viool. En Godfried speelt de altviool. Och, het is wel allemaal een beetje moeders kant. Ja. Dus, strijkinstrument. Ja. En u zelf speelt nu ook muziekinstrument? Nou, niet. Hij speelde op zijn poos. Ja, eerst de viool. Ja. Deed ik al uit mezelf. Had ik een ander niet voor nodig. Ja, en we hadden natuurlijk een mooie tuin, een mooie hond, heel veel vogels altijd. Ja. Altijd voor honden toe. Had u kooien achter met vogels, of gewoon vogels wat bij jullie in de tuin kwamen? Ik had twee volières, eentje buiten, één binnen, plus nog losse kooien. Oh, je bent echt een vogelliefhebber geweest. Ja. Ja, leuk. Ja, mensen keken wel tegen een arts op, hè? Ja. Dan weet je nog wel, dokter Marie, dokter van Rooij, dokter van Groeningen. Ja, maar daar moest ik eigenlijk in het begin zelf heel erg aan wennen. Ja? Ja. Ik kom niet uit het milieu waar veel artsen zitten. Dus mijn moeder zei op een gegeven moment, zou je niet ophouden. Het hoort toch niet bij ons soort mensen. O ja. De gewone mens, hè? Maar ik zei, nee, daar ben ik ver genoeg om door te gaan. Ja. Ja, in 56 was dus de pil uitgevonden. En voordat hij in Boksel werkte. En dus het was natuurlijk een paar jaar later. We hebben de eerste jaren. Toen had u te denken minder druk, want er kwamen natuurlijk minder kinderen. Nou, dat duurde wel even hoor. Oh. Maar bij de eerste jaren schreven wij de pil dus niet voor, dat hoorde niet. Nou ja, dat was, vanuit het katholieke geloof natuurlijk. Of? Zo was er niet voor, dus. maar dat heeft nog niet zo lang geduurd. Of die pil die werd natuurlijk toch voor. Maar je bent het dol. Want nou we daar over die pil hebben, u was natuurlijk ook wel een gelovig iemand. Ik bedoel, als u zegt van ik ga priesterschap en zo. Mm-hmm. Hoe vond u dat nou? Dat u dan op een gegeven moment toch moest zeggen, nou vooruit, ik ga er ook wat mee in. Ja, maar ik bedoel, ik was natuurlijk ook gegroeid. Je groeit met de tijd mee. Ja. En het was niet, ik bedoel, het was niet uitgevoerd dat de tijd er niet voor rijk was geweest. Maar in 1963, dus toch al heel gauw, begonnen we al met de pil. In 1967 was het al heel gewoon. Ja, en u ziet natuurlijk ook bij de gewone mensen dat het ook wel een uitkomst is geweest natuurlijk. Hè? Nou, wat het bijzonder was, jonge vrouwen voeren dan op de pil, en dat kregen ze natuurlijk ook. Maar na een half jaar, dan zeiden ze, ja, maar ik ben toch een beetje bang voor de pil, dat die te goed werkt. Dan zit ik zonder, dus dan stopten ze. Och ja, dat. En ik begon ze na de eerste weer. En dan was het niet zo moeilijk. Dus dan wisten ze dat dat geen probleem was. Ja. Maar dat vond ik toch wel heel apart. Ja, toch die angst nog van, ja, voor hetzelfde geld lukt nooit meer natuurlijk. Ja. Want het assortiment van. Nee, dat was niet het probleem. Die pillen werkten goed. En die zijn wel een beetje veranderd. Ja, ja. Maar in wezen zijn ze nog altijd hetzelfde. Dokter, hoe was toen in die tijd de sfeer in Boksel? Ja, het was een. Kijk, het was geen rijk dorp. Boksel was nooit een heel rijk dorp. Het was echt een
typisch arbeidersdorp. Minder rijk dan bijvoorbeeld Vught of Gestel. Ja. Ja, en we hadden hier dus inderdaad de Jordaan. Ja. Ja, mensen die bij het spoor werken veel. En bij de Boerenbond. Nee, bij de NCB. NCB, ja. En we werkten er heel veel in verhouding tot. En die industrie, dat industrieterrein, dat was heel dun bevolkt. Er stonden heel weinig bedrijven. En dat groeide dus langzaam. Want kreeg Boksel zijn eigen industrie en zijn eigen werkplaatsen. Dat mensen. Er was natuurlijk altijd veel gependeld naar Eindhoven toe. Ja. Philips en zo, die kanten in, denk ik, hè? Ja. Philips, steeds heel duidelijk. Ja. Boksel had wel een paar voordelen. Had een paar grote fabrieken staan. Maar ze hadden ook een middelbare school. En dat was voor de meeste plaatsen heel bijzonder. En het had een hele mooie omgeving. Dus het was een aantrekkelijke woonplaats. He, een mooie omgeving, eigen scholen, ja. Eigen industrie. Ja. Dus dat ging heel snel. Ja, ja. Zijn er ook, denkt u dat dat ook de reden is geweest waarom Boksel zo is gaan groeien? Ja. Ja. Ja, Boksel lag tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch zo mooi centraal. Ja. Campina was natuurlijk toch aantrekkelijk om in het weekend erheen te gaan. Ja, ja, inderdaad. Had u nou ook nooit geen problemen dat mensen het niet konden betalen? Dat ze iets moesten hebben van u of uw rekening, dat u zelf een rekening uitschreef? Kijk, de meeste waren in ziekenfondsen. Dat was veel makkelijker en veel beter. Nu is alles dus particulier en betaal je dus aan een ziekteverzekeraar. Dat weer herregeld. Maar toen waren de meeste mensen waren lid van het ziekenhuis. 70% van je praktijk was dus ziekenfondspatiënt. Ja. En dan kreeg je per jaar, per patiënt, een vast bedrag voor. Okay. En dat was heel, in verhouding toen, heel hoog. Want 30% was particulier, maar die brachten geen 30% aan het inkomen. Nee? Nee. Particulier betaalde nooit wat de ziekenfonds betaalde. Denk altijd net dat. Ja, ik dacht ook, dat hoor je vroeger altijd, hè, van die is particulier van. Ja, maar, die, maar dat was dus niet. Nee, ja. Nou, op de eerste plaats kwamen ze minder, dat is duidelijk, maar ze moeten betalen. Juist. Ja, en soms, en je kunt het ook zeggen, dus nu ook, de mensen die beter opgeleid zijn en beter baan hebben, komen minder bij de dokter. Dus de dokter is nog altijd voor de min vermogen. Ja? Waar ligt dat aan? Want die zijn ook die meer ziek, denk ik. Die leven verkeerd, die leven roken te veel, die denken te veel, die eten te veel. Ja, en dat, sociaal blijft dat een probleem. En dat. U denkt echt wel dat dat ook wel de reden is waarom zo'n mensen meer. Nog steeds. Nog steeds, nog ja? Steeds. Ja. De tweescheiding in de maatschappij zit hem nog steeds in opvoeding, opleiding, roken en drinken. Ja. En drugs, maar drugs is voor deze plaatsen geen groot probleem. Nee. En gewoon verkeerd leven, hè? Te veel. Verkeerd eten. Te veel. Ja, te veel, ja. We hebben vorige week een bijeenkomst gehad van alle medewerkers van de Vier Kwartieren. Och, wel leuk. En de dokter Vertil wat vertelt ze over de geschiedenis. En zei ze, wat is nou je grootste ervaring? Ik zei, mijn grootste ervaring is dat er niks veranderd is. Ik zei, de deur gaat open. Komt patiënt binnen, gaat op de stoel zitten, doet zijn verhaal en een kwartier gaat hij weer weg. En dan gaat de deur weer dicht, dan komt de volgende. En daarin is niets veranderd. Nee. Het ziekenhuis is veranderd. Maar dat werk van huis dat is totaal hetzelfde. Ja. Luisteren. Ja. En geruststellen. Ja. En af en toe een diagnose stellen. Maar je merkt wel natuurlijk dat de patiënt toch wel wat mondiger is geworden. Ja, dat is wat mondiger. Maar hij blijft, en dat is natuurlijk duidelijk. Hij blijft klein. Als jij wat hebt, ben je graag geholpen. Ja. Dat weet je niet. Ik bedoel, we denken altijd dat die patiënten op de eerste rang, dat die allemaal wat te vertellen hebben. Maar in wezen zijn ze allemaal bang. Dan willen ze graag gerustgesteld worden. Ja. En dat is het eerste en het belangrijkste wat je te doen hebt. Zorgen. Ik zeg altijd, ik hoop dat ik altijd door groen rijd. Een heel enkele keer door oranje. En dat ze me besparen dat ik door rood rijd. En dat, zo is het eigenlijk nog steeds. Ja. Niet anders. Kwamen er patiënten gewoon die problemen hadden? Huwelijksproblemen of. Heel vaak. Gewoon met dreigen of depressief? Of, nou, ik vond dat het heel wonderlijk, want ik ben een
typische avondmens. Het is morgens de tweede patiënt begint met problemen. Hoe kun je nou morgens om alle tegen met de problemen zitten? Ja. Maar dat lukte toch heel goed. Nee, er zijn heel veel. De huisarts is een typisch woord huis. Hij is geen ziekenhuisarts, hij is huisarts. Ja. Hij hoort bij het huis, bij de, en dat is het allerbelangrijkste. Ja, maar ja, het is eigenlijk ook wel weer niet goed dat een huisartskind aan huis is. Nee. dat moeten we niet hebben. Maar je hebt natuurlijk een aantal patiënten die doodgaan. Ja. En die begeleid je in de laatste maanden. En dat is een aparte ervaring. Ook heftig om mee te maken. Ja. Hè? Ja. En op een gegeven moment gaat hij naar het ziekenhuis toe. Dan wordt hij uitbehandeld. Dan komt hij naar huis. En dan is het om de 14 dagen. Dan om de week. Dan om de dag. En dan elke dag. Dat is het volgorde. En toen waren we er gisteren nog ook bij een goede vriend geworden. En dat is het systeem nog steeds. Ja. En dan... dat is heel heftig. En jonge mensen afscheid nemen. Ja, dat lijkt me ook. Ja, want... kon u daar ook goed loslaten, zoals u dan naar huis ging? Ja. Kon u daar wel met uw vrouw delen en zo? Ik nam mijn verhalen. Dat is vooral zo. Als ik bokste, de grens van boksen bereikte, waren alle problemen over. Niet de krachten voor anderen. Ja. Ik heb daar inderdaad heel weinig last van gehad. Ja, dat u het zo meedraagt of zo, ja. Dat moet ook, anders hou je het niveau natuurlijk ook, hè? En wat vindt u nou zo van wat nou tegenwoordig is? Ik weet niet of dat in uw tijd ook al was, met euthanasie en zo. Ja, natuurlijk twee bepaalde dingen. De kinderbeperking, de kinderregulatie, hè. Ja. En met de gevolgen dat er om abortus gevraagd is. En de euthanasie. Beide problemen spelen natuurlijk nu nog, meer dan toen. Maar het is de patiënt die centraal staat. De patiënt maakt uit, die bepaalt. En die volg je. En het is aan de huisarts om die lijn mee te volgen. Ik bedoel, je hoeft niet zelf anders. Nou, ik heb natuurlijk wel gevallen bij euthanasie meegemaakt. En maar was dat ook al echt zo dat het, nou komt het nu veel meer in de media en zo. Ja. Maar ik kan me nog herinneren, zal ik dan iemand belde, een goede vriendin, dus we zijn dus goed mee bevriend geraakt. En die belde op zich zijn mijn broer. Die heeft zijn hele leven bij de Shell gewerkt. In Afrika en Suriname. En nu ligt hij in het ziekenhuis in Den Haag. En hij gaat dood. Maar ik vind het zo steriel, zo anders dan heel zijn leven gewend is. Dus ik wou mij naar mijn huis halen. En dan kan hij op zijn gemak. Doodgaan. Hij zegt, wat doe jij nou? Ik zeg, als hij bij jou is en je belt, dan heb ik geen enkele reden om te zeggen, dat doe ik niet. Want een ander mag ook bellen. En dat hij ziek is voor hem vervelend, maar heb ik geen... Nou, toen is hij dus gekomen, en dan moet ik nog vertellen, hij kwam dus met de ziekenauto van Den Haag naar de Maastel. En toen kwam hij in de buurt van Zaltbommel, en toen zat hij dus die broeders die zaten met de baan. Die weer ook nou zo zin is, wel in de kroket zitten in de weg af en een kroket halen. Ja, echt waar? Ja. Ja, mooi. Ja, zo kwam je dus in boksel. Ja, met een kroket. Ja. En dat was al heel goed. Toen heb ik hem dus behandeld en hebben we hem afgesproken. En hij wilde ook graag op tijd doodgaan. Nou, dat was natuurlijk eigenlijk helemaal geen probleem. Hij ging langzaam een dag eruit. En dat was wel het probleem, dat wij geen ervaring hadden ermee. Met het euthanasie. Oké, ja. Nu ben ik bij de apotheek kwam en ik wilde in. Hè? Ja. Een meneer van 62, zoveel weegt hij. En ze zei, nou, het staat klaar. Er zat een heel pakketje klaar, wat je allemaal bespuiten moet doen. Dat hadden wij niet. Dus wij moesten dat allemaal zelf uitmaken. Of je deed en hoe je het deed. Dus op een gegeven moment toen dacht ik, nou, hij zal morgen wel doodgaan. Dus ik gaf toen, hij kreeg elke dag zo'n 20 milligram morfine. En toen gaf ik hem 120 milligram morfine. En ik denk, ziezo, dat is klaar. Nou, een uurtje geslapen. En toen werd hij wakker. En hij was zijn pijn kwijt. En hij was
wat wij noemen ervoor, gaat in het heel goede zin. Hij heeft een hele dag gepraat met alles. Dit en dat, en zit erbij en dat erbij. De hele dag. En de volgende dag hebben we 20 minuten al gesproken en een half uur later was hij dood. Ach ja. En dat, ja. En dat blijft toch wel bij ook, hè? Ja. Dat is zo. Ja, dit is zo lang geleden, dit waren geen bokselaars. Nee. Waar heeft u nou zo het meeste moeite mee gehad in uw praktijk? Nee. Met uw werk natuurlijk. Nou ja, nee, moeite. Er gingen patiënten weg, die zeiden ze, want u bent voor. O ja? U bent voor. U bent voor abortus. Dat was ik niet. Maar als je die naam hebt, heb je die naam. Hè? Ja, en dan gingen mensen dus echt bij mij. Ja. Nou, niet zoveel hoor. Nee, maar wel. En er waren toch die dat wel eens bezwaar. Nou, ik moet zeggen, euthanasie vind ik veel minder moeilijk dan abortus. Abortus, en daar heb ik zo ongelooflijk veel moeite mee. En hoewel het soms heel schrijnend is. Een meisje wat natuurlijk ongewild zwanger is en nog heel jong is, is ook heel afschuwelijk. Maar ze draagt het al haar hele leven mee. Ze zal het nooit meer kwijtraken. Ja, en dat vind ik de moeilijkheid. Maar moest u dat ook doen als huisarts? Nou, je moest het doorverwijzen. Ja, ja. Je had de abortuskliniek. Ja, ja. Ik bedoel, daar had je dus verder niks mee te maken. Maar toch, ja. Alleen die doorverwijzen, al of niet. Naar overleg, uitgebreid overleg. Maar ik bedoel dat. Dat vond u wel heel heftig altijd. Dat vond ik heel moeilijk. Ja. Terwijl euthanasie, als iemand heel ziek is en heel erg veel pijn heeft en heel erg lijdt, om dan die dood 14 dagen te vervoeren. Ja. Nee hoor. Dat was prima, ja. Ja, ik bedoel, je kunt natuurlijk zeggen, want je bent degene die, die het doet. Je beoordeelt dat, maar ik heb daar nooit moeite mee gehad. Ook niet zoveel meegemaakt hoor. Nee. Gewoon niet zoveel voor je. Nee. Maar dat. Was u ook echt dokter thuis voor de kinderen en voor het. Of hadden die een. We hadden een huisdokter. Een andere. Groeningen. Oké. Okay. Ja. Die kwam nooit, maar daar kon ik wel mee overleggen. En dan dokter Endenburg, hè? Dokter? Kinderarts Endenburg. Oh ja, Endenburg, ja. Dus die kwam, die, als er iets bijzonders was, dan kwam die. Dat, en dan was ze zo trots op als ik weet niet wat dat. Ja? En waarom deed u dat? Omdat u nou, vond dat u. Al onzeker was. Ja, ik bedoel, we hebben een keer gehad dat er eentje maar bleef braken. En dan hebben we gezegd: neem hem toch op. Nou, goed, neem hem toch op. Ja. En die jongen, nee, dat is een mooi verhaal. Toen kwam hij dus in het ziekenhuis en die had heel veel heimwee. En toen kreeg ze een broertje, die kreeg ook diarree, maar niet zo erg. Nou, toen zei ik toch, dan neem ik die ook op, dan is het nou gewoon rustig. En dat heeft mijn oudste nog altijd verwijt hij me nog elke dag, dat hij in het ziekenhuis heeft gelegen. En dat moet hij altijd weer doorgeven. En dat was niet, en er was geen enkele reden voor. Och ja, ja. Oh. Hij was als kind in het ziekenhuis gelegen, dat vond hij heel erg. Ja, leuk. Dat is helemaal niet nodig. Het is allemaal lang geleden. Ja. Want kwam u ook veel in het ziekenhuis als arts? Wij hadden hier natuurlijk een eigen klein ziekenhuis en een klein aantal specialisten. We hebben toen op een gegeven moment een symposium gehouden. En omdat ik daar veel ervaring mee had in het Nederlands huisartsgenootschap. En dan hebben we een symposium gehouden over het kleine ziekenhuis. En ik zou het morgen nog kunnen houden. Want er is eigenlijk wat dat betreft heel weinig veranderd. 90% van wat er elke dag ziek wordt, gaat naar de huisarts en wordt daar adequaat, zoals dat heet, geholpen. Blijft 10% over. Van die 10% gaat naar het ziekenhuis, naar een specialist. En van die specialisten kan 10% kan die niet helpen en moet die doorsturen naar het academisch ziekenhuis. Dus op 95% van wat er ziek wordt, is goed geholpen bij een klein ziekenhuis, dichtbij, alles voor handen. En een heel klein gedeelte heeft super zorg nodig. En daar is allemaal heel veel over te doen, want ze willen allemaal die ziekenhuizen wat ook specialiseren, dat ze niet meer, hè, dus mammakarcinoom gaat naar één ziekenhuis in Nederland. Het nadeel is natuurlijk dat je
dat alles mag reizen en mensen veel onrustiger worden. Ja, ja. Het is toch wel erg. Ja, ja. He? Als je bij jou een borstamputatie is voorgesteld, ja, dat is niet iets. Nee. Wat je, dat maakt heel veel indruk. Ja. Dat maakt heel veel. Ja. En dus ik bedoel, de risico van het niet zo goed vind ik opwegen tegen de narigheid van dicht bij huis. Een specialist dicht bij huis die je als een vriend kan behandelen en omgekeerd. Heeft toch meer waarde dan dat grote ziekenhuis in Amsterdam. Het gaat om kleine aantallen. Grote aantallen worden gewoon ter plaatse behandeld. Op een gegeven moment om 10 uur, om 2 uur, middagspreker zou om 2 uur beginnen, maar ik zat nog wat recepten te schrijven, werd er gebeld de directeur van het ziekenhuis. En ze zitten hier helemaal met moeilijkheden. Er is vanmorgen iemand door een patiënt bevallen en die echtgenoot is helemaal overstuur, want zij mag niet mee naar huis. Nou, ik zeg, ik kom eraan, zullen we zien wat er is. En ik kom bij het ziekenhuis, dan staat een grote politieauto voor de deur. En toen ben ik naar de gynaecoloog gegaan, wat is er aan de hand? Ja, ze is vanmorgen bevallen, dat is eigenlijk allemaal niet zo gek. Maar ik durf eigenlijk vanmiddag niet naar huis te laten gaan, want ik vind dat ze nog een beetje laag bloedgehalte heeft. Maar die echtgenoot die kan dat niet verwerken, die is helemaal overstuurd. Nou, ik denk, nou dat weet ik. Dus toen ben ik naar de patiënt gegaan. Ik zei, hoe is het? Nou, zoals Jan is overstuur, dat zie je wel eens vaker in zijn leven. En dan ligt hij zijn hoofd in mijn schoot en haalt hij uit en is het heel klaar. En dat is nou ook, ja, dat is nou ook. Ik zei, nou, dat weet ik. En zijn moeder was erbij. Die kende ik ook heel goed. Zoals ze, nou, ik zeg, ik ga kijken wat ik doen kan. Dus ik ging naar een spreekkamer toe. En daar stond een grote agent binnen. En ik zeg, ga jij maar even op de gang wachten. En toen ben ik binnen gegaan en Jan, die zat zo met zijn hoofd voorover op de tafel. En onbenaderbaar, dus ik ga naar hem toe. En ik zeg, Jan, ik sla hem zo hard als ik kan. Om zijn schouder om wakker te maken uit de. Ik zeg, Jan, wat is het? Een meisje of een jongen? Een meisje! En die begint te huilen. Ik zeg, Jan, je gaat direct naar huis. Je gaat koffie zetten. En beschuit met muisjes. Want over een uur ben ik er weer. En is je vrouw er ook. En de baby ook. De politie brengt jou naar huis. En zo gezegd, zo gedaan. En Hij naar huis en oma en moeder met baby in de ziekenauto naar huis. En ik naar het spreekuur en ik zeg de assistent, ik zeg nou, voor een uur ben ik wel weg. Zien we dat je nog wat regelt, dat er een beetje afspraken gezet worden tot morgen. Maar ik ben om 3:30 ben ik weg. En dus ik om 3:30 ben naartoe in de juichstemming. Alles in orde, moeder in orde, oma in orde, vader in orde, baby in orde. Schouwt met muisjes. Als ik die knal naar Voorburg had gestuurd, dat is een hele leven nog niet meer, was die gedicht getekend. En dan zie je hoe belangrijk het is dat er communicatie is tussen mensen. En, ja. En dat, ja, dat voordeel hadden we natuurlijk dat wij de patiënten dus goed heel goed kenden. Ja. Ja. Zo, de gastarbeiders, die kwamen natuurlijk op een gegeven moment, hè? Ja. Die vrouwen die spraken geen Nederlands. En die wachten tot hun man thuis was en als het dan nodig was, ja, dan werd het dan nog gebeld. Want die zaten natuurlijk ook met hun geloof. Ja. Want hoe deed u dat dan met bevallingen en zo? Als man, hè? Ja. Want dan kan ik me nog wel herinneren van dan mijn oma, zuster Linse. Ja. Die kon daar wel eens over vertellen, over die gastarbeiders. Want dat was toch heel. Ja, die deden het veel anders, hè? Ja, maar tijd. In die tijd waren er natuurlijk Spanjaarden en Italianen vooral. En later zijn er de Turken en de Marokkanen, ja. Veel later. Ja. Heel andere instelling, heel andere omgang. En, want die Italianen en die Spanjaarden die stonden heel dichtbij je. En dat was eigenlijk geen probleem. Nee? Nee. Hadden veel meer de westerse inslag. En, dit is veel moeilijker voor hun en voor ons. Als ik nou zo nadenk van, als je dan begint met, u bent nou met pensioen om het zo maar te zeggen, blijf je heel je leven dokter? Ja. Oh ja? Ja. Nou, dat komt er nog wel. Ja! Ja. Er is nog wel eens discussie over gehad. Maar tot een paar maanden geleden schreef ik mijn eigen recept. Wauw. Ja? Nou, maar mag dat dan ook? Kijk, je hebt natuurlijk een apotheker
We hebben hier maar in Boxen met twee apothekers, die ken je. En je haalt, en daar heb je afspraken mee, die kennen je. En we hadden een hele goede afspraak gehad tegen hem. Zeg maar, joh, ik doe het, zolang als ik wil en kan. Ik zeg maar, als jij vindt dat het nou toch beter is om het niet te doen. Dan moet je zeggen. Dan moet je me even op kantoor laten komen en dan praten we erover. Er is geen enkel probleem over. Maar we willen, ik wil niet aan de balie zeggen, ja, dat doen we niet meer. Nee, nee. Zeg nou dat u grieperig bent, of uw vrouw wordt wel grieperig. Ja, dan doet u... Oh, wat wou je zeggen, dan gaat u een dokter te spelen. Nee, dan, altijd... dan belt u iemand anders, dan belt u een dokter. Ja. Ja, ik heb altijd de dokter Vergroeningen gehad, dat ging natuurlijk ook. Maar als hij dan een diagnose deed, hoe was dat voor u? Kon u dan goed ook denken van, ik zeg niks, ik hou mijn mond dicht? Ik kon uitstekend mee over. Zeer vriendschappelijk en ook zeer professioneel. Nooit een probleem gehad. Maar als u nou zo hier rondloopt, dan kunt u dat goed helemaal loslaten. Want u ziet hier natuurlijk in zo'n huis ook van alles. Ja, soms kan het, gaat het doet waar het niet gaan kan. Ja. Ja, hier aan de overkant. Ja, aan de overkant was een zuster en die had een ernstige ziekte. En we wisten dat ze dood zou gaan. En het was een hele intelligente dame waar ze natuurlijk heel veel contact had. En die hebben de laatste maanden elke 2-3 dagen bezocht. Zal ik even over, even bijkijken. Ja. Daar was ze ook heel dankbaar voor, maar ik ook. Ja, en als arts of ook als mens? Nee, als gewoon als mens. Ja? Waarom raakte u dat dan zo? Omdat ze zo menselijk mens was. Ja, mooi. En een heel intelligente zuster die natuurlijk heel bijzonder contact had. Ja. En dat heb ik volgehouden dat ze doet. Leuk, zeg. Ja. En overleg met de huisarts. Zou je niet. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, goed, het bloed gaat toch wel in die graan. U blijft altijd dokter. Ja. Hè? Altijd. Je blijft zijn vak nog bijhouden. Ik wil weten wat er in die wereld gebeurt. Ja. Is dat nog mogelijk? Want het gaat ook zo hard. Ja, maar hè? Je hebt de vakliteratuur. Hè? Ja. Heeft u ook nooit zo ooit dat u denkt, waar zijn ze mee bezig? Nou dit weer, of nou dat weer. Ja. Of ik zou het zo doen. Nou, ik zou, dat is iets anders. Dit ben ik niet meer, dus ik moet me niet mee bemoeien. Nee, maar het is wel, het kietelt af en toe. Dat. Ja. Wat ik net verteld heb, dat die superspecialisme, dat is natuurlijk van deze tijd. Dat hoort bij deze tijd. Maar het heeft ook zijn nadelen. Ja, je bent veel meer een nummer als patiënt ook. Hè? Ja. De menselijke binding is er natuurlijk ook niet. Toch hoor ik hier in het ziekenhuis in Den Bosch vaak dat mensen hun dokter goed kennen. En dat die contacten toch inderdaad echt heel menselijk en diep zijn. Uiteindelijk blijft het toch een vak van mensen. Ja. Ik heb zelf ook ervaringen. In 85 ben ik geopereerd aan mijn hart. Ach. En in 98 nog een keer. En toen dacht ik, nou, dat zal wel de laatste keer zijn. Maar vorige maand ben ik bij de radioloog geweest. Zit, nou zit hij met toch 5 jaar stabiel. Ik denk dat het nog wel een paar jaar zal duren. We hebben een jaar of 5 geleden gezegd, ja, je moet toch zorgen dat het zelf in dat grote huis, dat lukt niet meer. En ik heb geen zin om een flitje te doen. Ik wil liefst, ook omdat het gaat overnemen met het geheugen, zou wil het toch liefst goed verzorgd zijn. Nou, toen ben ik dus naar de directeur gegaan. Ik zei, nou, ik liefst een plaatsje. Toen zei ik, nou, dat gaan we kijken. Dat heeft 2 jaar geduurd. Ik op de wachtlijst stond. Dat was ook redelijk. En toen mocht ik binnenkomen. Eerst met z'n tweeën, dus op één. En toen, na verloop van de maand, een half jaar ongeveer, toen zei ze van de kamer naast je, die komt vrij. Je mag wachten tot de kamer de hoek er nu in hebben, maar je mag ook hierop wachten. Ik zei, nou, dan wachten je op 2 naast elkaar. Stond. Ja. Heel lekker. En we zijn hier altijd heel erg goed ontvangen. Heel goed contact met de medewoners. Ik zit als voorzitter in de cliëntenraad. Oh. Dus ik ben toch nog niet helemaal vergeten. Hoe vond u dat u wegging uit het huis in Bosweg? Want hoe lang heeft u daar gewoond? 50 jaar. 48 jaar. Dus. Oh, het zijn dingen klaar, hè? Ja. En als u het hier goed naar uw zin heeft, is het ook goed. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek aan de keukentafel.
En het gaat jullie goed. Dankjewel. Ik hoop dat je er wat van kan maken. Ik weet het zeker. Ben benieuwd. Dankjewel. The little bit of 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 the little bit